Ik merk dat er gewoon meer expats in de buurt zijn. Ik heb veel meer expat vrienden, maar ook veel meer expat buren. Ik werk zelf bij een sportschool. Dat is een internationaal concept uit Australië. Dus daar trainen eigenlijk voornamelijk expats. Ik denk dat 80% van de leden expats zijn. Naast me, beneden me, nog eentje verder naast me. Ik ken ze niet, ze stellen hun niet voor. Mijn onderbuurvrouw is ook een expat. Ik heb er helemaal geen last van. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik kan niet eens Engels gewoon met ze praten. Weet je, I don't know als ik iets vraag. Krikt u Engels een beetje op? Het krikt mijn Engels een beetje op, ja, of andere talen. Ik sta hier de hele dag Engels te praten. Je merkt wel gewoon dat Amsterdam aan het veranderen is. En de expats dragen er wel aan bij, ja. Ik merk het wel met betrekking tot de woningmarkt en dat ik kan eigenlijk het huis niet uit. Ik weet niet in hoeverre dat betrekking heeft tot de expats, maar het helpt natuurlijk niet dat er zoveel rijke mensen hier in de stad komen wonen. Ik hoor veel van vrienden dat er wordt overboden op huur. En dat gebeurt veel door expats, omdat ze meer te besteden hebben en natuurlijk gebruik maken van de 30% regeling. Expats hebben ook mijn huis gekocht en hebben gewoon de prijs betaald. Dus ja, daar verandert dan niks aan. Alleen dat behoorlijke belastingvoordeel, dat is niet eerlijk. Beetje juppenstijl. Internationale juppen. Ja, wat denk je de restaurantjes die er allemaal wel bij vieren? Iedereen leeft er van mee. En was het vroeger, zeg maar, met de buurt, was het anders? Was het gezelliger? Ik woonde bij de Nieuwmarkt. Iedereen kende je. Iedereen had een touwtje aan de deur uit de brievenbus hangen. Je had niet zulke geheimen voor elkaar, want we hadden allemaal hetzelfde. Ja, we hebben in onze buurt niet al een tijdje geen borrels meer of zo gehad. En ik ben benieuwd of ze daar zouden verschijnen. Hangt een beetje van type af. Ja, misschien de huidige niet, maar de vorige wel. Ja.